Zondag reist Oranje af naar Eilat voor de Fed Cup. Wie neem je mee? Mijn team bestaat uit Kiki Bertens, Aranska Rus, Bibiane Schoofs en Angelique van der Meet. Kiki Bertens staat vandaag kwartfinale in Parijs. En die heeft natuurlijk een waanzinnig jaar gehad en die is eigenlijk nog steeds op ontdekkingsreis. Maar ja, ook Aranska is goed. Het grootste verschil is natuurlijk dat je met een team speelt. En ja, anders speel je alleen. En ja, dit is toch eigenlijk wel heel leuk dat je als team zeg maar dan kan spelen. Het hele jaar speelt iedereen natuurlijk voor zichzelf. En ja, één keer per jaar worden ze bij elkaar gebracht en in een team gezet. Je bent heel close, je moet het samen met elkaar doen. En als de een wat minder speelt, probeert de ander die andere weer op te peppen. Angelique is een nieuweling in het team. Wat kan je daarover vertellen? Angelique is een meisje die eind vorig jaar heel goed gepresteerd heeft. Goede wedstrijden gespeeld heeft. Een paar spelers van die vrij hoog op de ranking stonden heeft verslagen. Op het mentale vlak heeft zij enorme stappen gemaakt. Ja, het is voor haar een beloning van een heel goed jaar vorig jaar. Ik vind het een grote eer dat ik mee mag. Hoe het precies gaat weet ik niet, maar ik heb natuurlijk wel een idee. En, het draait nog steeds om tenniswedstrijden. Want daar heb ik er wel een aantal van gezien en gespeeld. Dus wat dat betreft, ik ben meer benieuwd zeg maar, naar de sfeer en hoe het is met al die andere landen erbij. Dit wordt je tweede Fed Cup. Angelique die gaat voor het eerst mee. Kan jij voor haar ook een steun daarin zijn? Nou, we zijn sowieso, kennen elkaar goed, dus zullen we ook wel denk ik erover praten hoe het daar is en zo. Vorig jaar was de eerste keer, vooral de eerste wedstrijd was heel erg spannend. Ik kom toch voor je land uit. En, ja, nu heb je dan toch een beetje het gevoel erbij hoe het is. Maar het is toch, ja, je kan er het over vertellen, maar als je het zelf ervaart is het toch anders. Kiki Bertens staat ergens in de 50 komende week. Aranska Rus staat in de 60. Dat hadden wij vorig jaar niet. Dus zowel in de breedte als in de top zijn wij beter geworden. En ja, als onze meiden goed spelen, dan denk ik dat er iets heel leuks kan gebeuren.